Ze hebben eindelijk de vorm gevonden, André Hazes Jr. En Monique Westerberg, berucht van hun knipperlichtverloving. Nou ja, knipperlicht. Die twee zijn gewoon jarenlang het hele Morse alfabet afgegaan. Dan weer Mo, dan weer Bridget, dan weer Mo, dan weer Sarah Soel, dan Sarah Soel 2.0, dan weer Mo zonder een andere griet ertussendoor. Niet bij te houden. André en Monique hebben nu eindelijk een vorm gevonden om het met elkaar uit te houden. Hij woont nu 2,5 dag bij Monique en hun zoontje in huis, en de rest van de week zit hij in zijn eigen huis. Het is wel echt een exclusieve en monogame relatie, liet de volkszanger eerder weten op Radio 538. Het is genieten, zegt de zanger nu tijdens een relatie-update op hetzelfde 538. Heerlijk, ik sta nu in mijn tuin. Ik meen het serieus, het is echt heel lekker. Luister, alles gaat goed, ik heb mijn wasjes gedraaid, ik zorg voor mezelf. Ik heb hier pas een paar nachten geslapen, hoor, maar ik ben echt heel blij. Is het wennen om op zichzelf te wonen? Ik moest wennen in positieve zin. Ochtends wakker worden, je bak koffie zetten en gewoon niet hoeven praten. Dat vind ik wel heel lekker. A. Ah, Kennelijk is Monique dus een soort kakelkip die pas ophoudt als je met je iPhone op het toilet zit. En hoe gaat het koken? Ik heb nog niet gekookt. Bij ons in het dorp kun je wok bestellen en rijst is sowieso mijn lievelingseten, dus ik heb al drie dagen wok besteld, man. Dan maakt gastheer Frank Deen, boezem mediavriend van André, opeens een wel heel merkwaardige opmerking. Alsof hij iets weet van André dat het grote publiek niet weet. En je hoeft niet meer voor een uurtje in te checken bij Van der Valk. André daarop, zo snel als het licht, nee, dat is ook wel lekker, ja. Frank lachend, ja, maar je moet een plekje hebben, toch? Dan beseft André dat dit niet zo'n handig gesprek is op de nationale radio, ja. Ik, eh, voor wat moet ik nou weer een plekje hebben dan? De hotelketen van der Valk heeft een bepaalde naam als het gaat om snelle afspraakjes, en dan met name de vestiging Witte Bergen, het mur en de middelpunt van het Gooise matras. Het is daar zo druk dat ze de boel er momenteel zelfs aan het uitbouwen zijn. Kennelijk is André ook een vaste klant. Of toch niet? Frank, ik plaag je vriend. André? Ja. Frank merkt dat André opeens heel voorzichtig is, ik hoor jou echt struggelen door het gesprek. André, ja, ik denk waar gaat het nou weer heen allemaal?